Ruud, het heeft even geduurd. Meerdere voorstellen zijn er gemaakt. En uiteindelijk heb je met 10 argumenten de raad weten te overtuigen om de stier aan te kopen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Inderdaad, we hebben er behoorlijk wat effort in moeten steken om tot dit resultaat te komen. Een forse meerderheid. Alleen de VVD was tegen. En dat zat dan een beetje over het bedrag wat de stichting moet bij elkaar harken om uiteindelijk over 10 jaar die 6.000 euro bij elkaar te krijgen. Nou, ik denk dat dat heel erg gaat lukken en echte keiharde garanties kan je daar gewoon niet voor geven. Ik snap dat het heel lastig is, maar er worden ook echt geen harde garanties gesteld aan de stichting om ook maar enige terugbetaling te krijgen. En ik snap best dat ze van goede wil zijn en dat we vertrouwen uit moeten spreken, maar stel dat het heel erg tegenvalt, dan mogen wij voor de kosten opdragen. Nou, over een paar duizend euro kan de gemeente toch wel hebben? Ja, maar als je meerdere verenigingen hebt die hetzelfde gaan doen, dan kunnen die paar duizend euro een hele grote hoop worden. En we hebben al genoeg uitdagingen in de toekomst om geld bij elkaar te krijgen. Dus dan kan die hele grote hoop best wel voor andere doeleinden gebruikt worden. Ik heb van een inwonster uit Zoeterwoude, die werkt bij zo'n bedrijf. Heb ik dus vernomen dat via sensoren de stier dus vanuit verschillende gezichtshoeken belicht zou kunnen worden. En dat geeft u toch weer een speciaal accent. Waarom zou je dat willen? Omdat het toch een mooi beeld is en het verdient het om eigenlijk wel een beetje in de schijnwerpers te staan. En het geeft ook wat levendigheid aan het dorpsplein.